Goedemorgen. Het is kerst. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Maar geen sneeuw. Er is zonnetje. Het lijkt wel lente. Maar ja, het is wel wat fris buiten. Niet dat ik al buiten ben geweest. Als kerstontbijtje heb ik twee eieren met omwikkeld met kipfilet. Ja, ik blijf op de koolhydraatjes letten. Niet op de galerie. Ja, nog een weekje en dan zitten we in het nieuwe jaar. Ik maak hem, de filmpjes maak ik ook tot het nieuwe jaar. En dan schrijf ik hem uit. Dus. Nou, ik zie u later. Wat ga ik doen vandaag? Ik ga eens mijn home trainer uit proberen. Ik moet nog stofzuigen en het is hier één grote bende. Dus ik ga eens even een lekker muisje doen. Op kerst. Ja. Goedemiddag. We zijn hier bij mijn kerstlunch. Ik heb, ik blijf gewoon gezond eten hoor. Ik ga me niet overeten en andere dingen. Wat heb ik? Ik heb weer veel eiwitten. Ik heb een... super, een kerstomeletje gemaakt. Met erin paprika, champignons, ui, hamreepjes en natuurlijk ei. Dit is hem. En ik heb vanmorgen eventjes op mijn eigen home trainer. Ik heb 30 kilometer of 30 minuten gefietst en dat was 15 kilometer. Ik denk dat vanmiddag even een klein rondje gaan maken door de Kalverpolder. Ik wil een beetje rust houden deze kerst. Dus, nou, ik wens u een prettige dag en ik zie u later. Een goede avond, we zijn aangekomen bij het kerstdiner. Wat gaan we eten vanavond? Bij het kerstdiner. Tenminste, ik ga mijn lievelingsvlees bereiden. En dat is eendenborstfilet. Samen met mijn lievelings... het lijkt wel of het jarig ben. Mochten we ook altijd kiezen wat ik wou. Met paksoi, gember... 5 kruiden, Chinese 5 kruiden, kruid en rode peper, veldertjes. En we snijden het wit eraf en de bladeren gaan bestomen. Dus ik heb nog wel even wat nodig. Dus. Nou. Ik ga even koken en ik zie u zo meteen aan de kersttafel. Goedenavond, we zitten hier aan tafel en eerste kerstdag zit er bijna op. Ja, voor mij, ik doe er niet helemaal speciaal met aan hoor. Ik heb wel wat speciaals gemaakt. Oh, ik ben verkouden geworden. Dat is... eendenborst met paksoi en tuinertjes en gestoomde bladeren van de paksoi als ondergrond. Ja, dat kon ik hier niet aangeleggen. Dus